Je had één taak, joh. Je had één taak. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van De Gierige Gast. Zoals je ziet sta ik hier momenteel even alleen. Niels die komt iets later, dus we doen de intro even zonder hem. We zijn deze week natuurlijk weer benaderd door iemand met een probleem. Dit was dit keer Lisanne. Lisanne die wil al heel graag, al heel lang een pubquiz winnen. En als je nou denkt, wat is er nou gierig aan een pubquiz? Nou, de winnaar die krijgt zijn volledige rekening gratis. Dus alle drankjes hoef je niet af te rekenen. Maar ja, hoe win je nou een pubquiz? Dat is natuurlijk best lastig, want het zijn echt hele tricky vragen. Maar we gaan vandaag natuurlijk een klein beetje vals spelen, want we hebben een heel klein oortje. Die ga ik indoen. En Joost zit weer thuis met zijn laptop. Hij gaat alle vragen opzoeken, waardoor wij gegarandeerd deze pubquiz gaan winnen. We moeten nu nog even naar Café Kuiper. Want bij Café Kuiper staat Lisanne met haar vriendin en als het goed is komt Niels er ook aan. We kunnen helaas niet de grote camera meenemen, dus het wordt allemaal een beetje undercover gefilmd met GoPro's en ja, onze eigen telefoons. Dus ik hoop dat dat een beetje goed gaat. Maar ik zou zeggen, laten we lekker naar Café Kuiper en laten we een pubquiz gaan winnen. Yay! Nou, we staan nu om de hoek van Café, hoe heet het? Kuiper. Kuipers. Kuipers. Het gaat allemaal nog niet zo heel soepel, want we beginnen over 5 minuten, we moeten nog even het boordje. Dus de bedoeling is dat we daar aan tafel heel onopvallend gaan filmen. Ja. Want als ze die telefoon zien, dan gaan ze natuurlijk denken dat we aan het vals spelen zijn. Dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Dat is heel raar. Ik tel Joost. Ja? Ik heb het oortje in. Ik moet filmen. Ja. Jij filmt. Okay. Dit gaat om dit oortje. Echt fucking cool. Ik ga Joost een beetje bellen. Stress. Ik hoor niks. Yo, Marty. Hallo? Yo. Oh, ja, ik hoor je. Maar hij werkt. Zeg eens wat. Werkt hij? Wat zeg je? Ja, ik hoor je. Oké. Okay. Oké, we gaan nu naar binnen. Oké, Martijn en Niels zijn er nu dus. En de pubquiz gaat volgens mij nu over 1 of 2 minuutjes beginnen. En ik weet niet helemaal goed of Martijn me wel heel goed kan horen. Maar ik merk vanzelf wel. Proost, hè? 5 minuten geleden, geen telefoon, iPod, iPad, nummer op, is uit de telefoon, Steve. Worden jullie team gedisqualificeerd? En ik zeg dat ze een beetje ja, maar ik heb nu deze aan. Het hele team dat komt naast mij naakt te staan. Oké, we zijn begonnen. We hebben contact. We houden achter de laatste ronde. Deze tijd zitten wij rondom de rug. Vraag nummer 1. Welke planeet heeft de grootste maan? Welke planeet heeft de grootste maan? Is goed. De grootste maan is Ganymedes van Jupiter. Vraag 7. Uit welke land adopteerden Madonna en Guy Ritchie hun eerste adoptiekind? Van Madonna. Malawi. Malawi. Het antwoord voor adoptiekind is Malawi. Juist. Joost, ben je daar nog? Oké, er is iets met de verbinding, ze horen het allemaal niet zo heel erg goed. Weet je wat, als Martijn mij niet belt, bel ik hem wel. Nee, het gaat natuurlijk niet goed. Kom op Martijn, neem op. Yes. Yo, Martijn. Ik vind het zo moeilijk om hier nu Martijn. Jullie en Joost die aan de lijn gewoon Martijn. Niet verstaan. Oké, Julius just joined the team met bier. Yes. Lekker grappie. Yo, Martijn! Oké, zijn we bezig, zijn we bezig. Welke actrice speelde de rol van Diana Scully in The X-Files? Wie speelt Diana in X-Files? Diana Scully. Gillian Anderson. Hallo? De stad. Plofbeer. Noem eens de Plofbeer. B? Klopt dit! Bulgarije! Nou, we zijn... Hij was moeilijker dan we dachten. Het oortje deed het niet zo goed. Schreeuw het anders even. Oh, dat komt niet anders. We hebben wel vertrouwen nu, hè? Nou, we hebben net gin tonic besteld en dat is best weer. We hebben een uitslag, jongens. Tromgeroffel. We hebben een uitslag!
plek 7 met 42 punten zijn voor de vanavond de Diva's. Op plek nummer 6 met 1 puntje meer de buurmannen, de knorren. Applaus! De vijfde plek met 45 punten, dat zijn gewonnen twee heren van de Prince Polly en Manginas. Dan op de vierde plek met 50 punten, de tweeling van Mingo. Dan op de derde plek met 52 punten, hoe kan ik dit heel snel zeggen? Giergassen, maar die giergassen hebben net 4 tonnen versteld. Joost! Ja! Fucking kut Joost, jongen! Joost, jongen! Je had één taak, Joost! Je had één taak! Je had één taak! Je hebt alleen maar kut antwoorden gegeven! Maar de conclusie van de avond, we hebben geprobeerd deze tent op te lichten. Voor maar liefst 123 euro. En het is niet gelukt. Heb jij nou ook een mens? Zit je nou thuis op de bank en denk van, wow, dit wil ik ook? Post een even je probleem op social media. Sluit af met hashtag Giergassen. En wie weet zit jij volgende week in onze volgende aflevering. Ja. Tot nu. Houdoe. Tot nu. Houdoe. Oh, even denken hoor. Ja. Wat is Oklahoma Beach? Niels, weet jij wat Oklahoma Beach? Welke film dat in 1998 was? Nu was het... Joost! Nee. Oklahoma Beach 1998! Wat? Hou hem op, ik kan Joost niet vertaan! Nee, je moet het veel soepeler doen! What the fuck, ouwe? En dan komt Niels! Dan komt Niels! Yo, yo, praat tegen mij! Praat tegen mij! Ja. Yo, Niels, wat is Oklahoma? Nee, niet tegen mij!